Hi, in deze video zie je hoe je een meditatieve, creatieve oefening kunt doen met aquarel. Je leert oordeelloos te kijken naar wat er ontstaat, je te verwonderen over het proces en misschien zelfs controle los te laten. Voor deze meditatiecreatie heb je nodig papier, aquarelverf of waterverf, een pot water en een kwast. Ik heb hier expres een ronde kwast gebruikt die veel water vasthoudt, want zo heb je nog minder controle over het eindresultaat. En wil je een keer helemaal losgaan, schilder dan met je niet-dominante hand in plaats van de hand waar je normaal gesproken mee schrijft. We gaan beginnen! Zorg dat je kwast goed nat is en kies dan een willekeurige kleur die je aanspreekt. Schilder nu een cirkel op je papier. Beweeg de kwast zo los mogelijk, van buiten naar binnen of van binnen naar buiten, dat maakt niet uit. Volg je flow. Spoel de kwast losjes in de pot met water en kies een andere kleur verf. Het is oké als de kwast nog wat van de andere kleur heeft, dat geeft niet. Denk niet te veel na en zorg dat alles goed nat is. Maak nu een cirkel in de andere cirkel. Of als je kwast heel nat is, is soms een stip al voldoende en deze zal zich uitspreiden in de vorige cirkel. Varieer met stippen, cirkels in en om de cirkel heen. Er zijn geen regels. Verwonder je over het kleurenspel op het papier. Zoals je hier ziet, heeft het nauwelijks effect als je een kleur probeert te sturen, want het volgt gewoon zijn eigen weg. Ik wens je heel veel plezier met deze oefening en deel, like, share en abonneer vooral op dit YouTube kanaal van Happy Little Things, want binnenkort komen er nog veel meer video's op dit kanaal. Oh ja, ik zou het heel leuk vinden als je een foto van jouw cirkels zou willen delen op de Facebookpagina van Happy Little Things. Ik zal de link hieronder in de beschrijving plaatsen. Oké, hele fijne dag en tot de volgende keer!